moet al wat, hè? Oké. We gaan zo meteen kijken. We hebben tijd. Als je gaat kijken naar hoe een functie verloopt. Nou, dan is dit, dit is dan whatever, een of andere grootheid. Dat kan alles zijn, hè? Dat kan temperatuur zijn. Of druk. Of whatever, een of ander aantal. Nou, wij weten dat als dat ding zo loopt, dan hebben we een lineair functieverloop. Als dat ding zo loopt, wat is dat dan voor functieverloop? Even kijken, ik ga dit even zo doen. Nou, dat is één ding. Dan hebben we een andere, die is zo, dat kan ook nog. Dan kun je hebben dit. En je kunt hebben zo. Oké, dus eigenlijk hebben we dalend en stijgend. Dus dalend is van hier naar hier. En stijgend natuurlijk van daar naar daar. Dus dit is stijgend, dit is dalend. En dan hebben we voor elk van die hebben we ook nog toenemend en afnemend. Oké, dus nu ga ik iets tekenen zoals dit. Nou, dan kunnen jullie dan in de chat zeggen, of je mag het ook zeggen nu, want het is wel handig, want jullie hebben gewoon jullie kunnen praten, dus jullie hebben gewoon een stem. Jullie kunnen gewoon zeggen wat dit is voor functie. Is het? Wat is het? Is dit stijgend, dalend, toenemend, afnemend? Het is een combi. Wie zegt er wat over? Afnemend, denk ik. Toenemend, dalend. Dus afnemend. Ik denk dat het handig is voor jezelf om eerst vast te stellen, is het nou dalend of stijgend? He, dus die tweede stem, die zei dalend. Dat klopt, hè? En toen zei je ook nog toenemend dalend, hè? Ja, dus dat is... wie is daarmee eens? Met dalend, toenemend dalend. Ik kan het niet horen, maar... Iedereen. Ja, de chat is het met je eens. Oké. Okay. Nou, en hoe zou je dat nou... Want dat is inderdaad zo... Als je dat nou zou willen bekijken, hoe zou je daar nou achter kunnen komen? Als je ziet die functie, dus een functieverloop, hè? Dit zijn echt van die belangrijke dingen waar je bij stilstaat, waar je gewoon inzicht door krijgt. Want dit is inderdaad toenemend dalend. Maar dat woord toenemend, dat heeft te maken met hoe die functie met name hier verloopt over tijd. Nou, laten we eens kijken, als we nou naar de tijd gaan kijken. Dus we gaan even naar de tijdas kijken. We pakken een paar samples hier. En stel dat ik ga meten op deze 1, 2, 3, 4, 5 samples. Ik ga dus kijken zo. Dus dan kom ik hieruit, daaruit, 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 daaruit. Heb ik 5 metingen gedaan. En dan, als ik dan ga kijken in een tabelletje. En ik noem die ene noem ik dan T1 en die andere T5. Ja, dus dit is T5. Dus T1, de eerste. Ja, en ik heb 1, 2, 3, 4, 5 samples. T1, 2, 3, 4, 5. En dan heb ik hier een... Nou, laten we even zeggen dat dit dan voor het gemak even temperatuur is. Hè. Nou, laat ik even zeggen 80 graden. En als ik dan T2, dat zijn dezelfde stapjes. Dus dat zou bijvoorbeeld elke seconde kunnen zijn. Dus elke keer een seconde. En dus de afstand tussen T2 en T1 is 1 seconde. Tussen T2 en T3 is 1 seconde.
Nou, dus die... dan heb ik bijvoorbeeld... Dat is, weet ik wel, 76. Verzin het gewoon, wij hebben, verzin het live, hè. Kan ik nu al zeggen of het toenemend of afnemend dalend is? Met twee samples? Nee. 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 Wat kan ik wel zeggen? Ik kan wel zeggen of het dit of dalend is. Of het dalend of stijgend is. Ja. Overigens is het zo dat als je dat betrouwbaar wil zeggen, dan zou je moeten zeggen van oké, op basis van deze twee samples stel ik vast dat het dalend is. Maar het kan natuurlijk zijn dat je een bepaald, dat je een heel grillig functieverloop hebt, dat die dan bijvoorbeeld net daalt en dan weer stijgt bijvoorbeeld of stabiliseert. Ja, dus dan is die tijdelijk daalt en dan sommige functies die gaan natuurlijk, die kunnen gewoon weer dit doen, hè? Die gaan gewoon omhoog. En dan heb je echt een heel grillig verloop. En dan heb je natuurlijk niet, dan praat je niet over temperatuurafname. Dan praat je over een ander proces. Dus die dalen eerst en daarna stijgen ze weer. Hebben jullie een idee? Ik ga nu even een kleine zijstap maken vanuit de wiskunde. Als je, hoe ziet zo'n functie eruit? Als je een wiskundige, als je een functieverloop hebt die eerst daalt en daarna weer doorstijgt. Wat zegt dat? Is dat dan... Nou, dat is niet lineair natuurlijk, maar dat is gewoon een streep. Maar is het kwadratisch? Parabool wordt er gezegd. Wat zei je? Parabool wordt er gezegd. Een parabool, het is kwadratisch. Maar klopt dat dan wel? Want dit is een parabool. Of dit is een parabool. Die neemt af en die stijgt. Maar dat doet hij één keer. Je gaat niet dit doen. Bijvoorbeeld zo. Dus toenemen, dalen, toenemen, weer dalen. Dus dit zijn kwadraten. Als je dit hebt, zo'n toestand, dan heb je het over derde of vierde orde. Dus dan krijg je hele complexe formules met hele trits erin, maar dan zie je dus die exponent oplopen. Dus hoe hoger dit getal, hoe meer verandering erin zit. Dus dat je dat op een gegeven moment kan vastleggen. Dus, maar het is mogelijk om zo'n functie te beschrijven met een vergelijking. Ja, dus even, maar dat was even een kleine zijstap. Anyway, dit ding is... dit ziet er naar uit dat hier een kwadratisch... dus we zitten hier niet met derde of zo machten. Dit is gewoon een kwadratisch functieverloop. Maar het is wel interessant te kijken wat hier dan straks gebeurt. Oké, ik ga even naar die tabel. T1, T2. Als we nou T3 zeggen... ...74... ...en moet ik het even goed zeggen... ...want als we zeggen toenemend dalend... ...dan klopt dat niet... ...dan moet ik zeggen dat dit 71 is bijvoorbeeld... ...en dit is dan bijvoorbeeld 65... ...en dit is 59... Nou, en dan als we dan gaan kijken naar de delta, dus het verschil tussen deze twee, dus even doe ik even zo, delta, t, dus de delta niet tijd, maar van temp. Dan zie ik dat de delta tussen deze twee is 4 graden, tussen deze twee is 5 graden, tussen deze twee is 6 graden en tussen deze twee is, even kijken, nee, wat had ik nou gezegd, dit is 6 graden, ja. En dit is dan ook 6 graden. Nou, dat mag. Nou ja, maar laat ik er even 8 van maken. 7 graden dan zo. Dan zie je dus hier. Even kijken. Zo. Dat het verschil, die delta t, over tijd, die neemt toe. Dus dan is het toenemend. Zie je dat? Dus je kunt het toenemen. Dus dat bij elk stapje over deze as neemt dan dit verschil toe. En dan zie je dus dat het toenemend is. Nou, dat is dan echt een mooie... daar kun je dat aan zien. Als we kijken naar... Ik zal even een ander kleurtje pakken. Als we dit hebben... Wow, dit is een even... Ctrl-Z... Dat moet ik vloeiend tekenen. Oké, zoiets als dit. Wat is dit dan?
dalend, stijgend. Nou, uiteraard dalend, hè, want hij gaat naar beneden. Hè, op deze as, die kant op, dalend. Dus hij gaat naar beneden, dus dalend. En je ziet ook, als je gaat kijken, als we zouden gaan kijken naar deze samples, naar die meet, dan zul je zien dat die afstand juist kleiner wordt over tijd. Dus dit is een, wat ze noemen, een afnemend dalende functie. Dalend afnemend. Oké, nou dan heb je hetzelfde met, dat zal denk ik geen verrassing zijn, dat je hebt iets dat heet, dat loopt zo. En dit is, nou, zeg maar wat dit is. Stijgend afnemend. Ja. Inderdaad. En dan is dit natuurlijk stijgend toenemend. En dat ding dat gaat to infinity and beyond. Maar niet altijd. Want we zullen zien dat. Dat is even een ander ding. Laten we even kijken. Ik ben even vrij aan het improviseren. Dat vinden jullie niet erg, hè? Terwijl onze meting doorloopt. Dat is nog het mooiste ervan. Daar hoef ik verder niks voor te doen. Dat is wel heel erg dit. Wacht eventjes zo. En dan... Wacht even. Zo, dit. Een stift. Stel, we hebben... Een gebied met afgezet met een hek en beton en ik weet niet wat allemaal, dus afgesloten gebied. En dat doen we kijk hoor. Zo. Waar lijkt dit op? Oké. Een konijn. Dus een konijntje. En hier hebben we nog een konijntje. Kun je zien aan de oren, hè? Maar het is trouwens of het lijkt wel hazen. Maar goed, anyway, zo. Nog een konijntje. En dit konijntje, dat vindt dit andere konijntje heel leuk. En, nou, dat komt op een gegeven moment, komt er. Oortjes. En nog een konijntje. Nou ja, wat gaat er gebeuren? Dus die konijntjes die maken meer konijntjes. Dit is en konijnen. En betekent altijd het aantal. En is 1 betekent aantal 1. Dit is een functie en die geeft aan functieverloop van aantal konijnen over tijd. Dus de factor tijd. Op t0... beginnen we met 3 konijnen. En dan gaan we door. Oké, wat gebeurt er met die functie? Wie heeft een idee? Wat gaat er met deze functie gebeuren? Hoe groeit dit? Groeit dit lineair? Groeit dit exponentieel? Dus stijgend, toenemend? Of is dit... Of loopt het zo? Hoe loopt dit? Wie heeft daar een idee over? Als konijntjes in een gebied zitten, er is eten, daar moet ik wel bij zeggen. Ze kunnen gewoon eten, ze hebben ruimte, ze kunnen lekker een gangetje gaan. Wie zegt A? Even kijken, en dan hebben we hier B en C. Misschien even in de chat. Eens even kijken hoor. A. Dan wil jij zeggen A, B of C en dan dat iedereen dan even kan zeggen van een check erbij kan doen. Maar er lopen al wat andere chats tussendoor. Dus nu staan ze niet meer netjes onder elkaar. Mensen geven gewoon zelf antwoord. Okay. A, B of C. Okay, dus maar ook... ze kunnen nog... ik kan zien dat er nu tot nu toe het meeste antwoord C is. Ja. En Vincent zegt antwoord A als er een limiet is qua eten.
Yes, nou dat is een hele goeie, want dat is inderdaad wat er gebeurd is dit. Dat is wel leuk om te horen. Want als je gaat kijken naar dit, dat is dus de groei van een populatie, hè? Zo noemen ze dat. De populatie konijnen. Dan zie je, en dat geldt eigenlijk voor bijna alle populaties. Of niet eigenlijk, of gewoon, dat geldt gewoon voor alle populaties. Als je, er is sprake van een exponentiële groei, dus die B die valt sowieso af. Want meer konijntjes maken meer kleine konijntjes, hè? Daar komt het op neer. Maar er zijn voorwaarden waarop die replicatie, waarop die, die vermenigvuldiging kan plaatsvinden. En als die wegvalt, dan stopt dat proces. Dus in het begin, als er geen bescherming, als er geen problemen zijn in de omgeving, dan loopt die op. En hij loopt exponentieel op. En dat is, dat is wat ik al zei. Dus dat gaat exponentieel. Dus dat betekent dat per tijdstap komt er meer bij. Hij stijgt. En op een gegeven moment zul je zien dat hij stabiliseert. Dus dan is die lineair. Dan wordt een klein stukje wordt die lineair. En daarna dan gaat hij vanuit de lineair gaat hij naar stijgend dalend. Of stijgend afnemend. En uiteindelijk bereikt hij een plafond. Nou, en dat plafond, dat is, dan kunnen er niet meer konijnen komen. En dat komt omdat dan een evenwicht bestaat tussen de sterfte en de aanwas. En de sterfte zal ongetwijfeld, in dit geval, daarom had ik ook gezegd dat het een afgesloten gebied was, komt omdat er dan niet genoeg voeding meer is. Dus kan er niet meer voldaan worden aan de voorwaarden waaronder deze konijntjes zichzelf vermenigvuldigen. En je ziet, dit noemen ze een sommatie. Dat is een sommatiekromme. En die komt heel veel voor in de natuurkunde. Dus eigenlijk, als je gaat kijken naar populaties. Dus ook, laat het even heel simpel zeggen. Wij zitten op de bolletje, op onze aarde. Wij zijn de konijntjes. De mensen zijn de konijntjes. En wij zijn met ook in deze kromme bezig. Alleen, wij zitten nog niet hier. Waar wij zitten, ja, waar zitten wij? Niemand weet het. Hier misschien? Hier? Of hier? Misschien dat is even een filosofische vraag. De mensen, dus de mens, de populatie mensen op de aarde. Wereldpopulatie. Zitten wij op A? Zitten wij op B, op het lineaire stuk? Of zitten wij op het C, op het afdalen, op het afnemend, groeiend, het stijgend, afnemend? Als ik naar de chat kijk, dan zeggen de meeste mensen B, soms met wat kanttekeningen. Hangt er een beetje vanaf waar je zit op de wereld. Maar je had het over de totale wereldbevolking. Ja. Dus dat probleem had je al ondervangen. Of wat nou als je in China zit, maar we hadden het over de wereldbevolking. Ja. Maar nog steeds wel in toenemende stijging. Ja. En dan zitten we dan in A of in B, is wel weer een beetje een inschatting. Maar onze studenten denken in ieder geval dat we al wat verder op weg zijn richting de limiet. Dus bij ja. B. Ja. Ja, we weten het niet, hè, want dit is echt een puur filosofische vraag. Omdat we kunnen wel een goede prognose maken. En dit zou natuurlijk een perfect voorbeeld. Dit is een heel mooi voorbeeld voor een dynamisch model. Dus je zou zelfs kunnen kijken of je daar jezelf aan wil wagen. Er zijn een aantal. Het is ook in het kader van deze cursus. Omdat dit voldoet echt aan alle voorwaarden. Omdat we hebben een populatie die groeit. Er zit een exponentiële groeifunctie in. Dat is één verandervergelijking. En dan heb je ook, want dat is natuurlijk zo, dat wij als voorbeeld, wij hebben om te groeien, de mens heeft ook een gebied nodig. En dat is een afgebakend gebied, want onze wereld is een afgebakend gebied. Die wereld wordt niet groter. Alle resources, dus alle grondstoffen, alles wat erop zit, dat zit als eindig. We lijken het niet door te hebben, dus ondertussen gaat de groei door. Dus wij zitten zeker we zijn natuurlijk zeker nog aan het stijgen. En dit omslagpunt, ja, dat wordt bereikt
het gaat, dat omslagpunt, dat we hadden het net over sterfte. Dus dat als er meer sterfte is, of dus als het percentage sterfte toeneemt ten opzichte van de stijging, vanaf de aanwas, dan gaat het ding afvlakken. En het antwoord daarop zou betekenen dat wij ons niet meer kunnen voeden. En wij kunnen als de mensen op aarde, en dat is wel afhankelijk van het gebied, want het is heel complex, omdat arm-rijk heeft ook ermee te maken. Want wij kunnen, rijk kunnen wel zichzelf voeden, en arm kan zichzelf niet voeden. Of heel in beperktere mate. En dus zou je zien, uiteindelijk, als je globaal gaat kijken, dus de wereld, dat die dan gaat afvlakken. En dat betekent gewoon dat we dan uiteindelijk, en dat is, ik hoop dat dat duidelijk is, uiteindelijk, en de vraag is van hoe lang gaat dat duren, maar uiteindelijk krijg je een sommatiekroma. Uiteindelijk komt er een platform en dan kan er gewoon niemand meer bij. Want de sterfte is dan ook significant groot. Dus dit is de ontwikkeling van de wereldpopulatie. En hoe sneller wij zorgen dat we dat we niet aan onszelf kunnen stabiliseren, dus dat we niet aan die voeding komen, laten we zeggen. Dus als de sterfte, laten we het zo zeggen, dat even los van de beschikbaarheid van voeding, maar het sterftecijfer niet stijgt, dan blijft dit gewoon doorgaan. Ja, want het is altijd de balans tussen wat erbij komt en wat er afgaat. Anyway, dus dat is wel een, ik denk dat het wel een mooi voorbeeld is. Ron, mag ik nog even voor de zekerheid? Ja. Je zei net, dit zou ook een mooi model zijn. De categorie maar de studenten hebben toch een lijst van 7 opdrachten waar ze uit kunnen kiezen. En die lijst staat op de cursussite. Ja, die zal ik nu laten zien. Maar er zit één voorbeeld bij, wat geavanceerd is. En dat lijkt hier ook op. Kijk, okay, het punt mooi. Is... Kijk, wij hechten eraan, wij, ons team, dus degene die nou hier zitten en ik weet niet of Martin er ook bij zit, maar die hoort er natuurlijk ook bij. Wij hechten eraan dat jullie laten zien hoe dat werkt. Dus vanuit de wiskunde, de dynamica, dus die dynamische interactie. En een van de dingen die wij ontdekt hebben, waar we gewoon de laatste jaren wat we gezien hebben, is dat er heel vaak voorbeelden worden gebruikt door studenten. En die zijn gewoon niet dynamisch. En dat is. Je kunt er wel een beetje aan rekenen, maar het is gewoon niet dynamisch. En dat is heel jammer. Want dan mis je gewoon echt de essentie van waar dit over gaat. Dus wij zijn er heel waakzaam voor dat jullie werken aan een dynamisch model. En dus we hebben een voorbeeld. We hebben dus nagedacht over wat een dynamisch model is. Ik zal even laten zien. Dat staat op de pagina, startpagina, we hebben een lijst. Nou, dan hebben we een aantal voorbeelden. En dit zijn de voorbeelden, de modellen waar jullie uit werken. En er zijn er een aantal. Ik heb er hier, we zijn er 7. We gaan volgende week gaan we die vallende parachute, waar je niet omheen komt, gaan we als voorbeeld nemen. En dat doen we in de hand van Excel en... Denk met coach. Dus we gaan met beide tools gaan we kijken hoe je daarmee gaat rekenen. Dus dat is een hele interessante. Dit is natuurlijk een introductie, maar dat wordt een interessante. Dus daar kun je veel van leren van dat college volgende week. Maar goed, de modellen die we hebben is een bouwvakker in de zomerse zon. En dat is een model. Dus je hebt een bouwvakker en die zit in de zomerse zon, die is aan het metselen. En die moet drinken om niet uit te drogen. En dan heb je variabele waterhoeveelheid, de buitentemperatuur, lichaamstemperatuur, zoutconcentratie in drank, zout in lichaam. En maak een advies voor de uitvoerder op de bouw voor de begeleiding van de bouwvakkers. Nou, wat moet je hier dan in? Dan moet je dus kijken van hoe lang kan een bouwvakker in de zon staan... Zonder dat hij duizelig wordt of dat hij invloed krijgt van uitdroging. Dus daar moet je over nadenken. Dan moet je proberen daar een verandervergelijking voor op te stellen. Dus dat er een bepaalde limiet is. Dus over tijd verandert er dan iets aan de verhouding tussen zout en vocht. Nou ja, dus daar kun je mee werken.
Dat is nog niet zo eenvoudig, denk ik, als ik het zo zie. Dan hebben we model 2. Dat is een griepepidemie. Nou, griep, corona, whatever. Dus een virus. En dit is een model waar ga je kijken van op een bepaalde schaal. Het kan zijn een stad of een school. Onze school, whatever. Het gaat om een bepaalde schaal. Voor het rekenen maakt het niet uit. Er zijn best wel veel voorbeelden van. En dan heb je het feit dat je een incubatietijd hebt. Dus je hebt natuurlijk de infectie. Dus iemand heeft griep, die infecteert iemand anders. Dan is er een bepaalde tijd die er overheen gaat voordat die griep manifest wordt. Zodat je daar de verschijnselen van ziet. En dan komt dat tot uiting. En die mensen zijn ondertussen ook wel besmettelijk. Nou, dan krijg je die besmettingsfactor. Dan krijg je een ziekteduur. Dus dit is natuurlijk heel relevant nu. Hè? Dus we hebben hier niet gezegd corona, maar het is natuurlijk duidelijk dat zo'n model, dat is ook interessant om daaraan te gaan rekenen. Dus wij nodigen jullie uit om daar kun je aan rekenen. Ja, dus jullie kunnen als duo, maak je een keuze uit een van deze 7 modellen. Nou, dan hebben we het iets over vervuiling in het IJsselmeer. Dat heeft te maken met vervuiling, afbraak van vervuiling, wegnemen van vervuiling, aanvoer van schoon water. Ja. Nou, vergroting van de woningvoorraad. En voor al deze modellen die we hier hebben, kun je dus moet je ook een dynamisch model opstellen in Coach en in Excel. Overstroming, we zagen laatst in Limburg. Overstroming. Dit is eigenlijk de badkuip, maar dan in het groot. Nee, dus als de Maas, in Limburg hebben ze de rivier de Maas. Als er heel veel water valt, dan loopt die Maas vol. Dat is eigenlijk de badkuip. En dan als die zo vol loopt dat de badkuip het niet meer houdt. Oftewel, dan gaat die over zijn oevers heen. Dan loopt die over. Nou, hoe lang duurt het dan voordat die weer leeg is? En nou ja, dat soort zaken, daar ga je dan aan werken. Dus mooi, zit er iets spannends bij? Dat ik die tekst nog even laten staan. dit is een model wat uitgaat van, wat probeert balans te krijgen tussen voorraden. Het is een evenwicht in voorraden en daar gaat het ook eigenlijk om met dynamische modellen. Dat je voorraden hebt en die voorraden die sturen elkaar en dan moet op een gegeven moment een bepaalde balans uitkomen. Dus nou, als je je voorstelt, dit is dan een voorbeeld van vliegtuigen. Als je een vloot hebt met vliegtuigen en je wil altijd en je zit op meerdere continenten en je wil altijd vliegtuigen beschikbaar hebben, dan moet je wat doen met... Dan stelt dat eisen aan waar die vliegtuigen naartoe vliegen. Als je ze allemaal naar Europa laat vliegen en je laat ze daarna binnen Europa verder vliegen, dan kun je nooit meer terug. Dan kun je nooit meer vanuit Amerika terug. Of weer opnieuw naar Europa. Dat is het probleem. Dus je moet ze ook weer terugbrengen naar de US. Hè? Dus als voorbeeld. Dus dan kun je zien dat daar ook weer allemaal evenwichten ontstaan. Nou, dit kun je ook berekenen. Daar kun je ook een model van maken. En hier staat bij, en dat is dan geavanceerd. En dus ik moest daaraan denken, Tanja, dus toen ik net over die wereldpopulatie had. Want dit is natuurlijk ook net zo geavanceerd. Dit gaat over de toename van CO2 in de lucht. En dat is complex, omdat daar enerzijds is er wel veel data. Maar je zal ook wel best wel veel aannames moeten doen. Op zich is het niet erg om aannames te doen. Maar je moet ze wel verantwoorden, die bronnen. Dus de toename... Je kunt dus een model maken waarin je berekent wat de toename van CO2 is. Ik denk dat je hier heel veel van kunt leren als je dit model zou maken. Dus welke factoren zorgen voor de toename van de concentratie CO2? Let wel, we hebben het over de CO2 toename, we hebben het niet over temperatuur toename. Waarvan je mag zeggen... Mooi bruggetje, Ron. Ja. Hoeveel tijd heb jij nodig om nog wat met die temperatuurmeting te doen? Het is nu kwart over. Ja, laten we dat dan doen, want ik zit op mijn praatstoel, merk ik. We gaan naar die thermometer. Zullen we dat doen, Roger? Maar 1 minuut. Oh, yes. Ja. Zal ik hem even delen? Nog 1 minuut, hè? Alright. Ja, kan, maar ik heb wel genoeg data. Oh, dat is mooi. Nou, eventjes dan voor jullie even een check. Jullie zijn al tweedejaars.
Die ene minuut, die klets ik zo vol, een grapje. Nee, maar die, kijk, we gaan even kijken. Dan maak ik het zwart zo, zwart. 49. Nou, nog een halve. De concentratie. Eindeloos leren, jongens, bij mij. Concentratie CO2. wie wil in de chat zetten wat nu de concentratie CO2 is in de lucht? Ja, ik ben rond. Oké, wacht even, maar ik wil even het antwoord hebben op dit ding. Wie wil het zeggen? Wie weet dat? Concentratie CO2 in de lucht. Laten we zeggen... ik weet niet of jullie dat doorhebben, maar dat is deze uitdrukking. Parts per million. En dan komt er een getal hier. Wat is dat getal? Wat is de concentratie CO2 in de lucht? Je mag het in de chat zetten. Er moet toch zeker wel eentje zijn van jullie die dat weet. Er komen nu antwoorden binnen. 400. Heel specifiek. 412,5. Wow. ongeveer 400. Ja. Dat zijn een beetje de... Oké. Okay. Check. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Dus het is 400 ppm. En dat betekent hoeveel procent? Dat is 0,04125% als we deze nemen. Dus we praten over... dit kleine percentage. En dan kun je zien wat voor... dus of je dit neemt of ditte... dat zal een groot verschil maken. Ja, want we hebben ongeveer 20 jaar gedaan... om van 380 naar 410 te komen. We zitten nu op 410 ppm gemiddeld. Het ligt een beetje aan waar je meet. Dat is echt belangrijk. Hè? Er wordt ook heel vaak getwijfeld aan de meetnauwkeurigheid. Daar gaan we weer... van en waar meet je nou en hoe betrouwbaar is dat? Dus dat wordt, en zeker de naysayers, dus degene die sceptisch zijn, die zeggen van er is eigenlijk niks aan de hand. Die zeggen van jullie meten gewoon niet goed. Hè? Dus die negeren ook gewoon alle stormen en al dat soort dingen. Maar we hebben er 20 jaar over gedaan om van 380 naar 410 te komen. En de vraag is, als we weer 20 jaar beschouwen, gaan we dan weer de delta, dus 30 ppm... Maar hoe zit het met de volgende 20 jaar? Nou, dat is een onderzoeksvraag. Daar mag je een model van maken. Het is natuurlijk een schitterend model. Dit, als je dit aandurft en kan en gaat maken. Dus dat was even de uitnodiging. Oké, ik gooi mijn scherm terug. Maar neem jij hem dan over? Rocher? Oké, dan zal ik het delen stoppen. Yes. Even kijken. Even de camera aanzetten. Zien jullie het? Hey, ja. Of zie je alleen een weggetje? Nee, zie je het perfect. Oké, dan zal de rest het ook zien. Wat ik heb gedaan is hier is de tijd. En kleine T. Dit is de grote T, dus temperatuur. Ik heb maar rond T-temperatuur genoemd in plaats van kokend water. Dat vond ik wat leuker. Ja. En ik heb hier later een delta bijgevoegd. En delta is het verschil tussen deze temperatuur, of die 0,4 is het verschil tussen 75,4 en 74. En hier 75 en 74,2. Ja. En ik heb hier mijn meetpunt staan. En ik heb er een rechte lijn door getrokken om te zien dat die niet recht is. Want dat is een van de eigenschappen van dynamische modellen. Ze zijn niet recht. Ja. Maar het is wel mooi, hè? Die delta heb ik gedaan om dat duidelijk te maken. Want in het begin gingen we wel bijna recht. Ik denk dat het niet zo zijn. Maar hier zie je bijvoorbeeld... Ik zal kijken of ik hem wat groter kan maken. Hier zie je 0,8 staan. Hier kunnen we 0,6 en hier ook. En als je verder naar beneden scrolt, dan komt dat gewoon niet meer terug. Ja. Hier zie je ook... hier heb je nog een 0,4 een paar keer... Dat komt bij de laatste 10 minuten ook niet meer voor. Ja. Dus het klopt wel wat we gemeten hebben. Ja, klopt aardig. En dit is ook een mooi voorbeeld dan van, dat had ik natuurlijk, we hebben niet afgesproken, maar toen ik had uitgelegd in dat ene sheet van delta, over dus die delta temperatuur, wat we hier dus, wat Roger nou heeft in het proces mooi heeft vastgelegd,
die wordt telkens kleiner. En wat dat betekende, dat was het ook alweer. Het is dus, omdat die kleiner werd, is een afnemend dalend. Ja. En dus dat betekent dus dat die kromme, dat zie je, je ziet al een heel klein beetje dat waar die naar de 30, dus als hij naar die 30 minuten gaat, dat hij daar al wat afvlakt. En uiteindelijk zul je zien, als we de meting afmaken, dan zou je, gaan we niet doen, maar stel dat hij nog zou doorlopen tot 20 graden, dan zou het zou steeds langer duren voordat hij naar de 20 komt, maar hij zou steeds vlakker worden. Dus je ziet dus dat het afkoelen van het water, van de thee, is niet lineair, maar is een afnemend dalende functie. En we gaan straks later, niet in dit college, gaan we kijken, kun je kijken naar de wiskunde. Dus ik probeer er nog even op terug te komen. Op basis van andere metdata, dat zetten we dan op canvas. En dan zul je zien dat je dat vanuit het wiskunde heel goed kunt verklaren. En dan kun je ook heel betrouwbaar, kun je een uitspraak doen. Bijvoorbeeld nu, als je die functie eenmaal weet, als je weet wat de functie is, dan kun je ook zeggen van oké, over 20 minuten is de temperatuur en dan een of ander getal. Dus is het proces ook afnemend dalend in een vriezer? Als je hem in een vriezer stopt, dan wat gebeurt er dan in een vriezer? Wat is het verschil met een vriezer en ambient? Dat is alleen maar dat de temperatuur anders is. Maar het proces naar de doeltemperatuur, en dat is dan de omgevingstemperatuur. Dus in een vriezer is de omgevingstemperatuur min 18. Dat is exact hetzelfde doel. Oftewel, het functieverloop zal hetzelfde zijn. Nou, ja, yes. Oké, nou, collega's, hebben jullie nog wat toe te voegen? Ik was net bezig, ik moet er vandoor, ik moet over een uur op de huur zijn, ik zit er thuis. Ik ga de Excel op canvas zetten. Oké, dankjewel. Ciao. Ja, ciao. We zijn ook aan de tijd. Ik hoop dat jullie een idee krijgen van waar dit over gaat. Ik denk het wel, hè? Dat kan eigenlijk niet. Het is wel in your face, deze instructie. En ik zou zeggen ook veel plezier met deze cursus.